Deze zaak heeft heel veel impact, ook op school. Wat voor impact heeft dat? Ja, dat is wel het eerste waar ik aan moest denken. Van god, het zijn twee hele jonge kinderen die zijn overleden. En de verdachten zijn ook nog eens jonge kinderen. Dus dat heeft sowieso een enorme impact op een hele jonge gemeenschap. Dus op school, op vriendengroepen, maar ook op individuen. En wij maken dat voor over de streep wat wij als programmamaker, maar ook zonder camera's doen, maken wij heel veel mee dat wanneer er zo'n incident, zo'n ernstig incident op een school plaatsvindt, dat het van essentieel belang is hoe daarmee wordt omgegaan op zo'n school. Of die kinderen dat goed of minder goed verwerken. Want het is een proces van jaren. Want, wat merk je? We merken dat als er weinig ruimte is om daarover te praten of om collectief te rouwen, dat zo'n verdriet echt wordt opgeslagen in die kinderen. En op het moment dat er permissie wordt gegeven om daar om te rouwen of om daar met z'n allen over te praten, dat het er dan ook in alle heftigheid uitkomt. Dus ik hoop, en ik heb er wel goede hoop op, want die leraren zijn ook wel actief daarmee bezig, maar ik hoop dat er heel actief met die kinderen gepraat wordt. Dat klinkt natuurlijk super truttig praten, maar dat is wel het enige wat wij merken dat ontzettend heilzaam is in dit soort gevallen. Jij zelf hebt op jouw scholen ook meegemaakt dat er kinderen zijn gedood of vermoord zelfs. Ja. Kan je nog herinneren hoe dat bij jou er toen aan toe ging? Dat vergeet je nooit meer. Dat vergeet je echt nooit meer. En ik heb twee keer meegemaakt. Twee van mijn klasgenootjes zijn vermoord. Onafhankelijk van elkaar. En dat gebeurde, de ene was toen ik 16 was en de andere was ik 20, dus iets ouder. Maar je merkt ook in mijn eigen vriendengroep van vriendinnen van vroeger die ik nog steeds zie, als wij daarover praten, dan zit er bij ons allemaal nog een soort van blokkade. En dan heb je het over 15, 20 jaar later. Omdat er weinig over gesproken werd. Was geen ruimte toen daarvoor? Nee, we gingen ook allemaal weer naar andere scholen. Hè? Dus op de school waar ik dan zat, daar zat dan niet meer degene om wie het ging. Dus je moet het er dan ook maar met elkaar over hebben. En als daar geen begeleiding op is, dan zeker kinderen, jongeren in die leeftijd, die zijn dan toch geneigd om te denken, nou, laat maar. En dat zijn juist die kinderen die we bij Over de Streep zien, die er geen last van lijken te hebben, daar maak ik me altijd zorgen om. De kinderen die hun verdriet uiten, huilen, praten, dat komt vaak wel goed. Maar het zijn die kinderen die, waarvan je denkt, oh, die gaan er wel oké mee om. Die kinderen die dragen het vaak het langst met zich mee. En hoe krijg je dat dan los? Hoe krijg je de kinderen zover dat ze... Jullie zijn vreemden als jullie op die scholen bezoek gaan. Ze kennen jou niet. Er zijn hier twee Ik heb mijn collega's bij collega's me. Zitten ook bij je. Ze kennen de collega's ook niet. Nee. Dus hoe krijgen ze dan zover om over zoiets te praten? Nou, de oplossing is een veilige ruimte creëren om over dit soort vreselijke zaken te praten. Want je moet je voorstellen, deze kinderen die worden nu gebombardeerd met nieuws, social media. Het gaat alle kanten op. Zij volgen natuurlijk alles. Maar nu werd vandaag ook nog eens bekend dat de verdachte ook op die school zat. Kun je voorstellen, er heerst nu ongetwijfeld heel veel angst, verdriet. Maar ook angst voor dat jongetje. Hè? Wat gaat er met hem gebeuren? Dat jongetje heeft ook vriendjes. Wat is er in zijn hoofd omgegaan? Dus de truc, als die er al is om een veilige omgeving te creëren waarin de permissie wordt gegeven om te rouwen om wat er is. Om de meisjes, om hun herinneringen aan hen op te halen. Maar ook rouwen om de verdachten, want die zijn ook kwijt. En het is heel belangrijk dat voor al die facetten, want het gaat om vier kinderen, dat daar ruimte voor is. En dat doen we onder andere met Over de Streep. Soms beginnen we, als we weten dat er zoiets ernstigs is gebeurd, beginnen wij bijvoorbeeld met een minuut stilte. Mm. En wat je dan al ziet wat er gebeurt, dat is heel veelzeggend. Dan kun je ook een beetje toetsen hoe het met de rouwverwerking zit. Want soms is het 7, 8 jaar geleden. Maar een school is nooit meer hetzelfde na zo'n tragisch verlies. Nooit meer.